Hey, wat goed dat je weer kijkt. Vandaag gaan we het hebben over samenlevingsvormen. Er zijn natuurlijk verschillende samenlevingsvormen en de meest bekende is natuurlijk trouwen. Maar er zijn natuurlijk verschillende manieren om te trouwen. Ik ga er 3 met jullie bespreken. De eerste is in beperkte gemeenschap van goederen. En sinds 2018 is dat de standaard in Nederland. Wat houdt dat in? Alle bezittingen en schulden van voor het huwelijk, dus alles wat je hebt opgebouwd voor het huwelijk, blijft in jouw privébezit. In tegenstelling tot wanneer je in algehele gemeenschap van goederen trouwt. Want dan zijn al je bezittingen en schulden die vallen in de gemeenschap. En zijn dus van of voor beide partners. Dus ook wat je voor je huwelijk hebt opgebouwd valt dan in de gemeenschap. Ofwel is direct ook voor de helft van je partner. Een mooi voorbeeld is van een rijke zakenman die met een Zweedse vriendin trouwde. De Zweedse zakenman was multimiljonair. De Zweedse dame had nauwelijks bezittingen. En na het huwelijk was zij op slag voor de helft mede miljonair. Want ze waren in algehele gemeenschap van goederen getrouwd. Nou, de laatste vorm is onder huwelijkse voorwaarden. En dat houdt in dat je al je bezittingen en schulden die je voordat je in het huwelijk treedt hebt, worden in een overeenkomst bij een notaris apart geregistreerd. En dan wordt er ook direct duidelijk wat van jou is en wat van je partner is. Trouwen is niet de enige samenlevingsvorm. Je kunt je namelijk ook laten registreren. En dat noemen we dan een geregistreerd partnerschap. Is iets minder juridisch sterk als trouwen. Maar wel een goede juridische beschermingsvorm voor je vermogen. Want alle bezittingen en schulden van voor de registratie blijven privébezit van de beide partners. Ook kunnen voorwaarden gesteld worden aan bezittingen. Dus dat heeft enige raakvlakken met beperkte gemeenschap van goederen en enige raakvlakken met onderhuwelijkse voorwaarden. Nou, de minst juridisch sterke vorm is het samenlevingscontract. Want in een samenlevingscontract kun je uiteraard wel afspraken vastleggen. Waaronder de verdeling van je inkomen, kosten van de huishouding, de inboedel, hoe de financiering geregeld is, mocht iemand overlijden. Maar er zijn verder geen juridische beschermingsvormen voor je vermogen. Het huwelijk heeft natuurlijk vooral consequenties op het moment dat het huwelijk wordt afgebroken. En dat noemen we scheiden. We kijken weer de verschillende samenlevingsvormen. Nou, als je in beperkte gemeenschap van goederen bent getrouwd en je gaat scheiden, dan zijn de bezittingen en schulden die je tijdens het huwelijk hebt opgebouwd, die worden verdeeld onder de partners. Dat geldt dus voor alle huidige bezittingen en huidige schulden. En daar vallen ook je pensioenrechten onder. Want je hebt natuurlijk tijdens je huwelijk heb je waarschijnlijk gewoon gewerkt, je hebt pensioenrechten opgebouwd en die zijn ook voor de helft van je partner. En daarnaast wordt er natuurlijk over het algemeen, wanneer er kinderen in het spel zijn, ook een ouderschapsplan opgesteld. Wanneer je in algehele gemeenschap van goederen bent getrouwd, nou, dat is eigenlijk de makkelijkste vorm bij scheiden, want dan vallen alle bezittingen en alle schulden in de gemeenschap en worden dus eerlijk verdeeld onder de partners. Maar ook hier geldt dat ook voor opgebouwde pensioenrechten. En het kan natuurlijk best zijn, en dat geldt natuurlijk ook voor de beperkte gemeenschap van goederen, dat de ene partner meer pensioenrechten heeft opgebouwd dan de ander. Maar dat betekent nog steeds dat de helft van de meest verdienende partner gaat naar de andere partner. Nou, onder huwelijkse voorwaarden, dan worden de bezittingen en schulden die al in de overeenkomst apart zijn vastgelegd, die vallen als het goed is dan buiten de scheidingsboedel. En dan wordt alleen gekeken wat nog gemeenschappelijk is. En dat wordt dan eerlijk verdeeld. Nou, bij scheiden komt natuurlijk altijd een juridisch gevecht bij. En dat gevecht tussen aanhalingstekens. Want je kunt dat natuurlijk ook door een mediator laten doen. En een mediator probeert dat altijd op een vreedzame wijze tot een goede scheiding te komen. Zeker wanneer er kinderen in het spel zijn, is het verstandig om dat allereerst met een mediator te proberen. En over het algemeen lukt dat natuurlijk ook altijd wel. Het is ook een veel goedkopere vorm. Want een advocaat is juist gewoon duur. En een advocaat is er natuurlijk ook vooral om een conflict op te lossen. En scheiding is er natuurlijk een conflict, maar het is altijd verstandig om het zo soepel mogelijk te laten doen. Waarom is een advocaat duur? Nou, een advocaat moet natuurlijk betaald worden en uiteindelijk komt er een rechtszaak en wordt door de rechter een uitspraak gedaan. En dat hele proces
van scheiding naar uitspraak. Het is gewoon een duur proces. Nou, dan is er nog een ander begrip wat je moet kennen. Dat is het scheiden van tafel en bed. Dat betekent dat je wettelijk nog wel getrouwd bent, maar je kiest ervoor om gescheiden te leven. Nou, dat kan uit verschillende overwegingen gebeuren. De meest voor de hand liggende is tegenwoordig uit financiële overwegingen, omdat scheiden nou eenmaal duur is. Stel, je hebt een eigen woning en het is crisis. De woning moet bij een scheiding natuurlijk verkocht worden, want die is van beide partners. Ieder partner wil zijn eigen deel, want de een kan blijven wonen en de ander moet weg, of andersom, of je wil allebei weg. Nou, dat betekent dus dat je je huis moet verkopen en in crisistijd is dat verdomd lastig. En misschien hou je er zelfs wel een restschuld over. Dus je ziet vaak dat in crisistijden dat weinig wordt gescheiden. En wanneer het economisch beter gaat, dat dat dan weer sneller gebeurt. Maar dat is een van de overwegingen. De andere overweging is gewoon een religieuze overweging. Dat zijn bepaalde religies die vinden dat je niet mag scheiden. Ja, en als je dan elkaar niet kan luchten of zien, is een scheiding van tafel en bed de meest van de hand liggende optie. Nou, bij scheiden hoort natuurlijk ook nog wat kosten. Of juist wanneer kinderen in het spel zijn, want dan is er sprake van partneralimentatie. En dat is een bijdrage in de kosten van levensonderhoud voor de kinderen. Tot 2020 had meest verdienende partner de verplichting om dat maximaal 12 jaar te doen. En tegenwoordig is dat nog 5 jaar.